Politie heeft in het afgelopen weekend 305 lockdown-overtreders beboet. Zowel in de stad als in de districten zijn er mensen opgebracht en beboet. In Paramaribo heeft de politie vanaf donderdag 14 januari tot en met de vroege ochtend van vandaag 279 personen beboet. In het westen heeft de politie in Ikeri 36 personen een boete moeten geven omdat zij geen gehoor hebben gegeven aan de lockdown die geldt van 7 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. In zowel Saramaka als Karoni zijn er in het afgelopen weekend 13 personen opgebracht en beboet. Deze statistieken heeft hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname, met onze nieuwsdienst gedeeld. Ze laat weten dat sinds de politie boetes oplegt aan personen die geen gehoor geven aan de COVID-19-maatregelen, het opmerkelijk is dat de gevallen in de politieregio Midden dalen. In het westen is er volgens haar nog een schommeling te merken. En in Paramaribo is er sprake van een lichte stijging. Dus ondanks de politie nu boetes oplegt, blijven mensen in de stad zich schuldig maken aan het overtreden van de COVID-19-wet.